Iedere week testen we hebben dingen op hun functionaliteit en vooral op gebruiksvriendelijkheid. Vandaag altijd goede wifi voor in je tuin. En deze mooie dagen zitten natuurlijk veel liever buiten. Blijft het probleem is dan de wifi. Die auto staat toevallig aan de andere kant van je huis. Of je hebt gewoon een hele grote tuin waardoor het signaal zwak of helemaal weg is. Daar is nu wat op bedacht. Ik heb hier de Devolo Outdoor Wifi Powerline Adapter. Dat is een verzameling lijpe woorden die het al weggeven natuurlijk. Een wifi punt voor in je tuin. Hij is waterdicht. Ook deze kabel kan een flinke hoos bij hebben. Waardoor je hem dus eigenlijk altijd in je tuin kan laten staan. De crux zit hem in de stroomvoorziening. Hier haalt hij namelijk ook zijn internet vandaan. Hoe? Nou, dat gaat met deze Powerline adapters. Die moet je er wel even bij kopen. Want je router die sluit je aan op zo'n adapter. Gewoon met een internetkabeltje zoals deze. En die stop je dan vervolgens in het stopcontact. Nou, dan is je hele stroomnetwerk in en buiten je huis een internetbom geworden. Dus als je dan deze jongen weer buiten in de muur of in je schuur in de stopcontact stopt, dan haalt hij daar het internet vandaan. Nou, ik heb hem getest. Het werkt heel makkelijk. Dat plug and play, wat als zo groot op de verpakking staat. Dat is wel echt zo. Het gaat echt heel simpel. Zodat je zo snel lekker te internetten in je tuin. Nou, nadeel is wel dat hij niet goed werkt in een stekkerdoos. Dan sluit hem gewoon direct aan in je muur. Ook kan het zijn dat de verbinding wat minder wordt als je veel apparaten gelijk aan hebt staan. Zoals je wasmachine en je vaatwasser en dergelijke. Dus houd daar ook rekening mee. De prijs voor deze begint met zo'n 150 euro. Maar er komt dus wel nog die adapter bij voor ongeveer 40 euro. Nou, dat is best wel prijzig. Maar dan kan je wel onbekommerd Netflixen bij de barbecue. Ik geef hem daarom een 7. Maar geniet vooral nog even van de zon. Dat kan ook prima zonder internet. Tot volgende week.